Gedurende de Eerste Wereldoorlog nemen de opdrachten in Duitsland af. Zijn trouwe Nederlandse vriend Henk Bremmer doet daarom zijn best om opdrachtgevers in Nederland weer voor Tornprikker te interesseren. In 1916 mag Tornprikker samen met vier andere kunstenaars meedoen aan een prijsvraag voor een monumentale banddecoratie in de raadzaal van het Nieuwe Stadhuis in Rotterdam. Het stadhuis is door Henry Evers in een voor-Nederland uitzonderlijke bozaarstijl ontworpen en op dat moment nog niet helemaal klaar. Het thema van de wanddecoratie moet zijn de welvaart en het welzijn van de stad Rotterdam. Van het door Thorn Prikker ingezonden proefstuk zijn enkele schetsontwerpen bewaard. Thorn Prikker behoort tot de twee uitverkoren inzenders, allebei met een werk dat het havenbedrijf voorstelt maar geen van beiden mag zijn ontwerp daadwerkelijk uitvoeren. Dat van Richters vindt men te conservatief, dat van Torn Prikker te modern. Een paar jaar later worden zijn ontwerpen en het proefstuk opgenomen... in de collectie van Museum Boijmans... waar directeur Hannema zich ook op het verzamelen van hedendaagse kunst is gaan richten. De werken van Prikker schokken de bezoekers door hun wilde, moderne vormgeving. Acht jaar later, in 1925... Ontvangt Torn Prikker de opdracht de wanden van de burgerzaal van schilderingen te voorzien. Hoewel hij inmiddels in Duitsland volop werk en erkenning heeft gekregen, is deze door museumdirecteur Hannema bekokstoofde opdracht voor hem een grote genoegdoening. In het eindresultaat is van een mooi samenhangend programma niet echt sprake. Al heeft het onderwerp van elk doek te maken met de geschiedenis van Rotterdam en haar afhankelijkheid van het water. De eenheid in stijl is op de negen grote schilderingen ver te zoeken. Het doek op de grote halfronde muur boven de schouw is pas jaren na het overlijden van Tornprikker in een sterk aangepaste vorm afgemaakt. Het ontwerp van Tornprikker roept meteen veel weerstand op. Men meent dat ze niet in het overgedecoreerde interieur van de zaal van Evers passen. In 1929 is er zelfs serieus sprake van dat de doeken weer verwijderd zullen moeten worden. Zover is het echter nooit gekomen.